De grootste familie van Nederland heeft al jaren de handelsomroepgids. Trots Kompas, kleurrijk, boordevol informatie en prettig van formaat. Bel gratis 06300 060 en word lidjaarabonnee. Trots Kompas, de gids van Nederland. 06300 060. Heeft het een tijdje moeten missen, maar vanavond en de komende weken kunt u weer genieten van Bananasplit. Bekende en onbekende Nederlanders worden uitgebreid in de maling genomen. En als bekende Nederlander is dit keer Ben Kramer aan de beurt. Veel plezier. Het nu volgende programma is interactief. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... We have main engine start, 2, 1, and liftoff. Bananasplit met Ralf Inbar. Goedenavond. Goedenavond. En welkom bij een nieuwe Bananensplit. Dit wordt weer een vrolijk half uurtje televisie. Ik voel het. Er wordt vaak gemopperd op de televisie, maar wat is het toch eigenlijk een prachtig medium. Want je kan bijna alles doen via die tv. Het enige wat lastig is, dat is uit eten gaan via de televisie. Dat gaat nog niet. Dat is nog wat moeilijk. Dat kan dus niet. Daar moet je echt voor naar buiten of naar het buitenland zelfs. Ik ken mensen die gaan om een hapje te eten even naar Antwerpen op en neer of naar Brussel. Wat is uw favoriete eetland? Frankrijk. Frankrijk? Ja, Frankrijk. Goed zo. En die van u? Italië. Italië. Zijn hier nog meer mensen die in Italië geweest zijn en daar gegeten hebben? Dan weet u, als je, dat wil ik even vertellen als je niet geweest bent, dat je in Italië de kans loopt dat je apart voor het couvert moet betalen. En u wil de Europese gemeenschap dat in heel Europa gaan invoeren. En in Nederland is een proefproject gestart in een restaurant. Een restaurant in Haarlemmerliede. Ja. Hani? Je ziet al lachen. Hè? Ja. In dat restaurant gegeten, hè? Ja. En daar stonden proefkonijnen op het menu. Ja. Klopt ook, ja. Klopt ook. Hier komt de couvert-story van Hani Lambeau. Had u het zonder couvert gehad? Met couvert, dan komt er in ieder geval wel iets bij voor het couvert. Allemaal couvert? Ja. Nou, ik Firma, denk... u hoeft geen couvert. Nee, ik ben zo'n feestdag. Ik wil zeggen, met of zonder bestek. Is het keurig? Maar ik bedoel, met inderdaad. Het is gewoon een beetje raar. Nee. Ja, dat is niet reden. Jammy, jammy, jammy. Jammy, jammy, jammy. Ja, daar komt u hoor. Nou, maar krijg ik hem dan. Ja, alsjeblieft. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, dat ziet er lekker uit. Beetje smakelijk. Ik heb er nooit meer gemaakt. Ja, zonder bord. Ja, pak dan bord. Ja, het is toch de vader op je zien. Ja. 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 Die heb ik er nooit mee gemaakt, hoor. Echt niet. Is dit grappig?
Hey, houdt van mij naar de halen, Molide. Dat heb ik even nooit meegemaakt. Mevrouw, is alles naar wens? Nee, natuurlijk. Nee. Maar u had ook geen couvert besteld. Ja, maar dat hoort toch automatisch bij? Nee. Nee, ja, dat was wel de gewoonte vroeger. Dat je het op de grond gooit. Nee, dat zijn nieuwe richtlijnen die... Is dat zo? Dat is helemaal mooi. Ja. Ja, maar kijkt u... Ik sta echt... Leg dit eens aan. Ja, we hebben het erbij. Nou, kijk, ik zal het u vertellen. Dave van de Week heeft er een heel groot artikel in de krant gestaan. Dat heeft te maken met wat er momenteel in Italië gaande is. Ik heb een heerlijk... Ik sta echt perplex. Dit is toch echt geen grap, hè? Nee hoor, het is absoluut... Dit heb ik nooit meegemaakt. Ik probeer het u te vertellen, dus... Ja, inderdaad, de krant kan me weinig schelen, maar ik heb dit nooit meegemaakt. Het is niet alleen de krant. Ja, maar je kunt er een mooi verhaal van maken. Je moet gewoon even een bord gaan halen. Maar dat vind ik ook wel. Ik wil ook wel voor u een bord halen. En een bestek erbij. Ja. Maar u heeft dus met bestek besteld. U betaalt er dus ook iets meer voor. En u heeft zonder besteld. Ja, maar dat is nu... Ik heb het niet eens over geld, man. Moet er gewoon... Ik vind dit belachelijk. Sorry, hoor. Je gaat er niet uit. Heeft u wel eens van een programma gehoord? Ja, zeg het wel. Ik zeg het wel. Alsjeblieft, lekker zitten. Ja. Net een grap, zei je nog, hè? Ja. Was een echte grap. Wil je wat drinken? Nee, hoor. Een couvert wordt niet betaald hier, hoor. Echt niet? Nou, gaat het weer ook. Hoe is het met je couvert nu? Prima, ja. Ben je wel eens in Italië geweest? Jawel. En? Nou, op een camping, dus dat... Ja. Oh, dus daar heb je geen probleem met couvert. Er is geen couvert. Daar eet je gewoon met handen. Ja. Goed. Jij krijgt van ons uiteraard een trofee, want die heb je verdiend. Wil je hem openmaken zelf? Dat is de eerste van dit programma. Zo. Die heb je vast binnen. En dan heb ik nog een cadeautje voor je. Een cadeautje. Nee. Ik ben geen moppetapper, dat is jouw jammer, hè? Bananensplit heeft een gloednieuw onderdeel, de Moppomaat. Ik zal het u even uitleggen. U kent natuurlijk allemaal die pasfoto-automaten op de NS-stations. Met achter glas inderdaad een verborgen camera, een fotocamera weliswaar. Is dat nu hetzelfde als een Moppomaat? Nee, maar het lijkt er wel een beetje op. Alleen is de Moppomaat verplaatsbaar. U loopt dus de kans om een keertje bij u in de buurt tegen te komen. En hij kan praten en luisteren naar een mop. En als het een goede mop is, dan neemt hij hem nog op ook. Met de verborgen kamer. Nu kunnen we in het amusementsvak het Nederlands talent en gevoel voor humor niet vroeg genoeg opsporen. En vandaar dat we een aantal jonge kinderen in onze Moppomaat hebben laten plaatsnemen. Diegene die volgens u hier in de studio de leukste mop vertelt, of het leukst een mop vertelt, dat kan ook. Die wordt door ons beloond met een prachtige treinreis naar en een tweedaags verblijf in een internationaal bekend kindvriendelijk Europees pretpark. Ik mag de naam niet noemen. Bonjour. En hier zijn onze eerste drie moppelmaatjes van vandaag. Nathalie, Tayoen en Onno. Zij. Hallo. Zijn jullie zenuwachtig? Ja. Oh, niet doe, joh. Geen gedoe. Die moppenmaat heeft het al opgenomen, dus je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Hè? Zullen we het eventjes laten zien aan de mensen? Daar komen ze. Onze drie kandidaten voor de eerste moppenmaat. Was dus Jantje liep met zijn moeder. Met zijn oma. En er lag 5 cent op de grond. Toen vroeg hij aan zijn opa... Oma, mag ik dat oprapen? Zei de oma. Nee, want alles wat op de grond ligt is vies. En toen zag hij
5 gulden liggen toen vroeg hij aan zijn oma. Mag ik dat oprapen? Zei de oma. Nee, want alles wat op de grond ligt is vies. Toen zag hij 100 gulden op de grond liggen. En toen vroeg hij aan zijn oma. Mag ik dat oprapen? Zei de oma. Nee, want alles wat op de grond ligt is vies. Nou, toen struikelde de oma over een takje. Nou, en toen, toen vroeg de oma... wil je me even helpen met oprapen, Jantje? Toen zei Jantje, nee oma, want alles wat op de grond ligt is vies. Ik was later dan 2 meter. En de chauffeur zegde tegen zijn vriend, hé, we mogen daar niet onder. Ga maar door, chauffeur, de politie kijkt toch niet. Ja. De paus gaat zijn paaskoe strak houden. Er staat een heel plein vol met mensen. Helemaal de paus. En dan gaat hij zo'n heel verhaal vertellen. En iedereen heel erg onder de indruk. En dan, dan zegt hij, maar er is ook nog treurig nieuws. Er is iets met mijn hart. En het kan alleen goed komen als iemand een ruilhart heeft. Maar ik kan niet kiezen. Dus doe ik het anders. Nou, hij pakt een witte vredestuif, trekt er een veer uit en zegt wie deze veer pakt, wordt het. Dus hij gooit hem zo het publiek in, dan zie je iedereen zo. Hoe wordt dat applaus gemeten? Vraag. Door een digitale geluidsmeter? Door een computergestuurde applausgenerator? Wel nee. Gewoon met het blote oortje. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, nietwaar? Daar gaan we. We gaan beginnen met het mopje. Dus ik moet applaus hebben. En u weet het. Applaus voor het mopje van Nathalie. Dat was over die oma, hè? Die was gevallen. Applausje voor Nathalie. Nou komt... Dat was een hele kort mopje van jou, hè? Ja. Ik vond het een beetje zielig voor je, want mensen waren aan het klappen, dat was goed bedoeld, maar toen hadden ze de helft van de mop, die was al weg. Weet je het mopje nog? Ja. Nog één keer, vertel het mopje nog één keer. Er was alleen een vrachtwagen van 2 meter. En de chauffeur zei aan zijn vriend, hey, we mogen daar niet onder, want daarvoor stond een verkeersbord. Verboden te voeren 2 meter. En de vriend zei, ga maar door, chauffeur, de politie kijkt toch niet. Nou. Ja, maar ik vond dat dat moest, hoor, want hij, de helft was weg. Maar nou was hij weer 2 keer zo lang, volgens mij, of niet? Goed, komen we bij de laatste. Dat was met dat veertje, hè, en die paus. Ja. Mag je bij de KRO niet vertellen, bij Tros wel, hè, denk ik. Dan komt hij. Onno, een applaus. Zo. Dat, volgens mij is het duidelijk. Het is die kleine. Maar goed, wij sturen jullie niet zomaar met lege handen naar huis, hoor jongens. We hebben hier een mooi t-shirt van Bananensplit. Hè? Die krijg jij, alsjeblieft. En Nathalie ook eentje. Als hij te groot of te klein is, dan kunnen we dat zo wisselen. Dat doen we, hè? Alsjeblieft. En kijk eens wat ik hier heb. Ik heb hier, kom even bij zo. Ik heb hier een waardebon. Goed voor een reis met 4 personen naar een bekend attractiepark in Europa. Vervoer per trein, dat is een hele snelle trein. Die gaat 300 km per uur. En dan ben je 2 dagen daar en 1 overnachting. Wie neem je nou mee? Ah, goed. Dan heb je nog een plaats, hoor. Je hebt nog een plaats. Ja, je mag er nog eentje, want er zijn er 4. Wie dan? Ook mijn
naar papa. Ah. Alsjeblieft. Dan verwelkomen wij nu een gast die vanwege zijn werk veel met filmcamera's te maken heeft, maar van verborgen camera's geen kaas heeft gegeten. Hier is filmproducent Matthijs van Heiningen. Hi, Matthijs. Kom binnen. Zo, Matthijs. Hoe gaat het met je laatste film? Goed, ja, hij is klaar. Het komt met Hemelvaart in de bioscopen. Film Fair Play met Dirk de Lint. Dirk de Lint, die hebben we een tijd niet gezien. Nee. Cito Hoving en Boudewijn de Groot. Ja, een mooie film. Dikke sigaar, hè, heb jij? Ja, hij is uit, maar ik heb lucifers mee vergeten. Nou ja, goed, ik hou gewoon vast. Ik had hier ook een asbak, maar hou je hem even vast? Sigaar niet een beetje te groot voor je? Nee, het is deze tijd, dat kan er nog wel. Ja. En wil je wat drinken, trouwens? Nee hoor. Is Nederland eigenlijk niet een klein beetje te klein voor je geworden? Nee hoor, we kunnen hele leuke kleine films maken in het Nederlands. Die maken we dan in het Fries of in het Limburgs. Ja, dat gaat wel. En daarnaast maken we grote Europese co-producties en dat gaat ook prima. Ja. Nou ja, dat was waar je me zo voor de pakken had. Daar kom ik zo op. Je gaat een goed gesprek met een buitenlandse, met een Hollywood producer niet uit de weg. Precies, nee. Ook veel artiesten die dromen van een internationale carrière, net zoals Matthijs. Zo ging bijvoorbeeld Toon Hermans ooit naar Broadway. En ook onze volgende gast beleefde al successen in het buitenland. Een warm applaus voor Ben Kramer. Hey Ben. Nou, daar zitten ze dan. Ja. Niet wetend dat ze samen in een grap van ons zouden zitten. Hoe is het met Ben? Met mij is het heel goed. Ja? Ja, dankjewel. Wanneer ben je voor het laatst in het buitenland geweest? Want je hebt in het buitenland opgetreden ook. Ja, ik heb in Amerika gespeeld in de musical Evita, al zijnde Perron. Zo. En dat was 2 keer 3 maanden. In het jaar 1990 was dat. Aha. Ja. En, de mensen moeten straks maar kijken, maar dat is toch denk ik de reden waarom het bij mij dus echt, dat ik helemaal voor de bijl ging bij jou. Ja, zal ik ze nou vertellen nu? Ja, doe het maar. Ga je nou vertellen. Internationaal succes, wie droomt er niet van? Wij allemaal toch? Zelfs bij Bananensplit gebeurt het wel eens, zoals toen op die bewuste morgen, toen er een heel belangrijke producer uit Hollywood naar Amsterdam kwam voor een speciale ontmoeting met Matthijs van Heiningen en Ben Kramer. I'll leave you to it. Okay, if you need anything, just give me a call. Yes? Sure. Good to see you. Nice. It's very kind of you to drop in. Yeah, I just couldn't make it so between you. I've had a terrible journey. I've had one of these awful flights from Los Angeles. It was like 13 hours and I missed a connection. And I'm totally jet lagged, and it's been going on and on and on. Yeah. And I've got to go to Rome anyway. I'm sorry. You just come out of the plane. Yeah. I haven't slept at all, so I'm kind of really. I'm sleepy. I don't know. I'm used to that. Yeah, I feel like I'm sort of. What I'm interested in is this co-production. Yeah. Because I'm trying to make contacts while I'm over here. I'm on the board of directors of Warner's, and basically I want to try and sort of find an area with gap, There's a lot what you can do here, but you can also, of course, make quite expensive films. Yeah. I don't think you need this for that. No, but politically, right now it's looking about you. In France, it's not that bad, but in Germany, Holland, America. Yeah, France is there. You have something like 65% there, 40 or 60%, but here it's about 80, 85. So there will come a time that it's really going to be all those governments, and when you get a more united Europe,
At the moment I'm doing a Dutch picture in English with a few international people. Stay awake. You. Ja, daar zit je dan, hè? Diepe slaap. Zo lachen. Oh. Hallo, kantoor van Jean. Goedemiddag, mag ik Mr. Armstrong even? En dan meneer Mr. Armstrong is even weggezakt. Met een beetje jetlag. Kunt u hem wakker maken of zo? Ja, ik zat, dat heb ik net geprobeerd, want ik was met hem in gesprek toen hij even wegzakte. Met wie spreek ik? Matthijs van Heiningen. Aha. Kunt u proberen om hem even te wakker? Ja, wacht even. Joek slaat. Hallo Joek. Hey Joek. Nee, hij staat nou echt onder zeil. Hij slaapt vast. Kunt u iets misschien noteren? Ja, ja. Of hij, als hij wakker is, ja. Of hij even kan bellen met Ralf Inbar. Spreek ik nu met Ralf? Ja. Dan had je ook wel iemand anders zeggen. Hey. Ben jij daar? Dat, ja, ik zit in het plaatje. Oh. Waar zit je tegenwoordig? Ik zit in Amsterdam. Waar zit je dan? Naast je. I just flew all the way from LA to overnight, you know, to a bit of jet. LA? You come from LA? Yeah, I went to all night flight. No, oh, yeah, kidding. You have a jet lag, of course? Yeah, I got jet lag. Yeah. So, my time is valuable. It depends on when you want to see it. Don't fall asleep. Hello. Are you tired, sir? Please. Hello? No, come on, wait up. Please. Excuse me. Sir. Sir, please. Please. Het is een lange teruggave. Hello? Hello. Can I speak with Mr. Armstrong, please? He's very busy at this moment. I don't know what to do because... can you... I will do my best. One moment, please. Oh. Sir? Sir? Oh. Telefoon is out. Hello. Yes. What's the matter? Is he in? Yes, he is in, but he's one moment. Sorry, what? Where is what? He is in, but he fell asleep. Yes, he has a jet lag, a very big jet lag. I think he has been flying all night. But is he asleep? Yes, I can't wake him up. Is this his office? I'm in his office. Who are you? My name is Ben Kramer. Ben Kramer. Uh-huh. And I do have an appointment with him, because try to wake him up, you understand? Are you the guy that is doing also Evita? Yes, that's me. Well, you know, if you sing
Any song from Evita, you wake up. You believe that? Yeah, try it, because then he must wake up, because he loves that Evita business. He's been in it for weeks now. Yes. So he must wake up. All right. Well, I'll try. I will do my best. One moment. All right. Don't cry for me, Argentina. Sir, you're very tired, sir. That's me. There's a phone call from LA for you. Did you sing a Vita? Yes, I did. This is for you. A phone call from LA for you. Huh? Well, yeah. Yes, you? Yeah, I'm sorry. Oh God, I had a terrible flight. I missed the connection, and then I feel awful. I'm terribly sorry, Ben. I must think I fell asleep on the guy. Can you give him my regards? Yeah, shall I tell him he's calling? Give him my regards from Ralph. Yeah, Ben, he said regards from Ralph. Ralph Imbar. Ralph? Yeah. Hello. Hi. Hi. Oh, ik wist niet dat jij aan de telefoon was. Waarom zeg je dat niet? Hè? Waarom zeg je? Ja, dat wist ik niet. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar... Ik was met hem in gesprek en hij valt zo boem in slaap. Hij was zo verschrikkelijk boem, hij had een jetlag. Maar ik moest zo lachen dat jij zegt van... Zing Evita. Yeah. Sing a song from Evita, then he will wake up. So I did and he wake up. Oh. Hey, yeah? Zou jij een stukje Evita bij Bananensplit kunnen zingen ook? Want je doet het zo goed, jongen. Oh, jawel. Nou, je bent met de bereik, hè? Nu mee bezig. Nou, heb je... Fancy Crème. Fancy Crème! Oh, ik dacht, nee, waar zit je? Ik zoek je op, waar zit je? Oh, boy. Oh, wat zijn jullie verschrikken. Nou... Ik zou niet graag door jou gewekt willen worden. Nou, hè? Ik dacht, dat moet mij er weer overkomen toen ik dus zat. Hij viel zo weg. Ja, maak je vrouw ook zo wakker? Nee, daar heb je geen last van. Matthijs, was dit de meest curieuze ontmoeting met een buitenlandse producer? Of ja, heb je het wel eens zout gegeven? Nee, ik heb het nooit zo. Nou, ik heb wel eens gehad met... Met? Met Menachem. Golan. Golan, die maakte me op een gegeven moment zo kwaad dat ik hem voor ze bij zijn revers pak. En als hij nou nog één woord, dan geef ik hem een knal ja, voor je kanus. En dat begreep je ook. Ja, ja. Dat gebeurde maar hem dit... ook dagelijks, ja. Denk ik. maar hij speelde het ook zo goed, die man. En dat heb je nu in het fragment niet zo snel kunnen zien. Maar hij wist ook veel van co-producties en de GAT. En jullie hadden hem ook goed gebriefd. Ja, ja. Ik heb hier natuurlijk wel een cadeautje. De trofee van Bananensplit. Matthijs van Heijden, je naam staat erop. Kijk aan. Dat is weer eens wat anders dan een Oscar. Ja, precies. Ben. Wie gaat het eerst van jullie naar het buitenland binnenkort? Ik. Ja? Ja, dat is waar. Heb je een goede koffer? Heb je een leuke? Heb je een ja, koffer? Wel. Ja? Ja. Maar ik heb een leuke koffer hier, dat moet je even zien. Look at this. Ik moet hem eerst neerleggen. Dat doe ik zo. Eerst neerleggen, goed kijken. Hij wordt breder. Inderdaad. Ik voel hem ook. Goed, hè? Ja. Nou, en als je nou hierop drukt, stiekem... Dan gaat hij weer terug. Kijk, dat is heel leuk voor bijvoorbeeld taxichauffeurs. Ja, oh. Thank you.
Ja? Ja, zo. Daar. Kom op nou. Kip. Ja, nou komt ie. Hoe heb je me nou ingedaan dan? Hij gleed er ook weer. Hij gleed er ook. Nee, echt haar gelezen. Ja, okay. Dan ga ik het even proberen. Hij moet helemaal deze hoek in. Dan til ik hem nu. Jezus, ga je uit. Klinkt lullig, maar... Wat, dat hij groot is? Ja. Dat hij groter is geworden. Heeft u dat ook wel? Dat u ochtends opstaat, die zit erbij te zweten. Je hebt jasje uit, hoor. Ja, oké. Okay. Jasje uit. Ze mag gewoon echt bang uit. Nou, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Haar man heeft ook zo'n auto, hij gaat er altijd in. Ja, maar krijgt hij hem er ook wel uit? Altijd. Maar hij doet hem er toch gewoon in. Ja, geeft hij ook helemaal gelijk. Maar u ziet op dat hij niet. Ja, maar ik wil, een koffer groeit niet. Ja. Ik heb je jas uitgehaald. Nou, kan dat hè. Ik heb allebei de kant had ik zo'n klein stukje. Ik zie het. Ja, ik breng hem naar binnen voor u, het is gelukt. Misschien was het die jas? Nee, dat kan niet. Zeg het even voor je spit. Taxi. Wat wist je? Ja, of wist je die koffer? Welke koffer? Met die koffer, dat die groter was geworden. Waar is die koffer dan? Ja, die binnen staat. Hele goeie. En ik zeg nog tegen mijn moeder, trap er nooit in. Mam, zij hebben niks. Probeer het eens te herinneren. Nee, maar ik moet het niet herinneren. Ik snap er niks van. Of die koffer is groter geworden. Ja, of je auto is kleiner natuurlijk. Is het wel dezelfde auto waar hij in ging? Nou krijgt hij de pest in, hè? Gaat u nou weg? U gaat toch niet weg? Hij was echt klaar. Hij was klaar. Hij was klaar. Ja, ik wel. Kom hem omhoog houden. Nee. Ik doe het zelf. Nou. Mevrouw, u bent een buitengewoon iemand. Ik dacht dat u het voorzichtig. Ja, doet u voorzichtig. Dat u er niet eens van overhoudt. Maar hij is wel helemaal zo. Pas op, straks valt u. Taxi? Ha! Ah, hey! Is het nep? Hè? Huh? Is het nep? Wat nep? Ja, hè? Ik zal het je wel vertellen. Nou? Je kunt de dames vragen of ze daar nog te kijken. Welke dames? Je hebt een hele lange koffer. Ja. Of ze ben je er toch van? Waarvan? God, maar ik ben niet opgenomen. Ja. 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 Ik ga weg. Ben ik ergens opgenomen? Nee, hè? Hè? Nee, hè? Wat denk je? Zo, schijt uit je liefde. Ik heb altijd gezegd dat mijn vrouw is. Nee! Dat is grote vriend. Dag, ome Jan. Dag. Hey, zeg nog even dag tegen de... camera. Oh, oké. Okay. Ik heb... Ben jij, Richard? Jij ziet het allemaal, hè? Ja. Kan jij dit meenemen? Dit is voor me Jan. Ja, dank je. Hè? Heeft hij ook niet. En dit is voor Martin van der Hoop. Dat was de eerste taxichauffeur die we hebben gefilmd. En deze is uiteraard voor jou. En dan heb ik ook nog wat voor je. Voor mam. Voor mam. Ja, zeg maar. We hebben een mam. Zeg maar hoor. In die camera kan je het zeggen. Mam.
alsjeblieft voor jou en ze hebben me te pakken. Oké. Ik ga nog even terug naar Ben. Prachtige nummer, Don't Cry For Me, Argentina. Mochten we reeds beluisteren vanavond in een verkorte versie weliswaar. Maar hier is hij, nogmaals, Ben Kramer met een prachtig nummer uit zijn nieuwe cd. Any Dream Will Do. Als dat maar goed gaat. I closed my eyes. Back to a curtain. To see for certain. What I thought I knew, far, far away. Someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wear my coat with golden lining, bright colors shine. Wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking. The world was waking. Any dream will do. A crash of drums, a flash of light. My golden coat flew out of sight. Colors faded into darkness. I was left alone. A flash of light, my golden coat flew out of sight. Colors faded into darkness. I was left alone. Any dream will do. Waar moet ik nu naartoe? Iedereen is moe. Ik ga naar huisje toe. Ik ga naar huisje toe. Wat wil je met zo'n titel? Ja, zo'n titel! Het is hier geen muziekprogramma. Ja. Leuk, nou. Matthijs en Ben, hartelijk dank voor jullie sympathieke aanwezigheid. Voor het dutje ook. I'll see you in my dreams. En natuurlijk, u bedankt voor het kijken. En nog een plezierige continuering van deze Trosavond. Tot de volgende week. Dan is onder andere goochelaar Hans Kazan de Klos. Tot dan.